Dag sectorgenoten. Vanaf het Kennisplein en naast de kerstboom wensen we jullie alle goeds toe voor aankomend jaar en blikken we ook graag even terug. 2020 was een heel bijzonder jaar, zeker qua kennisdeling. De coronacrisis maakte dat we heel veel moesten uitwisselen, konden leren van elkaar. En op het Kennisplein hebben we daar een rol in kunnen vervullen door al die kennis die vanuit die verschillende perspectieven voorbij kwam te bundelen en weer breed te delen de sector in. We hopen en we denken dat daarmee de mensen met een beperking en vooral ook die professionals en de mensen daarbij betrokken op een makkelijke manier gebruik hebben kunnen maken van alles wat er zich aandiende en ontwikkelde. 2021 hopen we dat wat dat aangaat een wat minder hectisch jaar wordt. We gaan in ieder geval vooruitkijkend een aantal aandachtspunten, themagebieden oppakken. Meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Op de website van het Kennisplein is er bijvoorbeeld eentje van. Dat gaan we doen. En een aantal nieuwe inhoudelijke dossiers zijn in voorbereiding. Dus wat ons betreft zijn wij er weer klaar voor. In ieder geval allemaal heel erg bedankt voor het delen van kennis. Want dat blijft de rode draad. Samen komen we verder. We willen jullie dan ook allemaal uitnodigen om ook volgend jaar weer actief je kennis met ons te blijven delen. En tja, vanaf het Kennisplein wensen we jullie allemaal een heerlijke, creatieve, warme, gezellige, fabeltastische, baldadige, schitterende kerst en gelukkig nieuwjaar met veel nieuwe kennis toe.